Toenemende criminaliteit in het land lijkt wel een oneindig verhaal. Maar wat is eigenlijk de reden hiervoor? Is het armoede of is het vervagen van onze normen en waarden? Met dit onderwerp ging Abigail op straat bij De Week praten. Volg maar mee. Verhoogde criminaliteit een gevolg van armoede of vervaagde waarden en normen? Waarden en normen. Waarden en normen. Noorden. Normen. Ik vind dat het aan een tekort van waarden en normen ligt. Een tekort aan waarden en normen. Een tekort aan waarden en normen. Een tekort aan waarden en normen. Waarom zeg je dat? Omdat ze gaan roken. En roken is niet goed. Wanneer ze gaan roken, krijgen ze juist veel energie. En dan gaan ze gekke dingen gelijk doen. En daarna gaan ze in mensen uit de zomer gaan en dan gaan ze gaan stelen. Maar want bepaalde van hun kennen hun waarde helemaal niet meer, dus daaraan ligt het. Het gaat heel slecht in het land en dat weten we. En er zijn ook verschillende groepen en zo, dus vandaar dat ik denk dat het is. Ze hebben geen respect meer voor ouderen en die anderen. En ze hebben ook geen respect meer voor zichzelf. En alles wordt soms ook duur, daarom stelen ze ook. En soms, dus zie je, dus eigenlijk hebben ze daar in de buurt bij mij gestolen. En bij mijn nicht ook. En daar hebben ze weggereden van de politie. Als je niet meer weet wat je moet doen, dan ga je geen respect meer voor jezelf hebben en voor anderen. Waaraan ligt het volgens jou dat waarden en normen aan het vervagen zijn? Hun opvoeding, welke opvoeding ze hebben gekregen en ook hun omgeving. Het gaat ook om hun omgeving. Het ligt eigenlijk aan het roken en bier te drinken, want die dingen zijn niet goed voor je lichaam. Het ligt niet per se aan de opvoeding, het is meer omtrent de vriendenkring. Soms zijn ze goed, soms zijn ze slecht, soms geven ze verkeerde informatie. Dat gebeurt er vaak, ze geven een slecht voorbeeld. Het ligt aan welke vrienden ze gaan bemoeien. Misschien gaan die vrienden zo'n idee krijgen en dan gaan die vrienden hem ook zo'n idee geven of haar. Ze worden moe van alle prijzen om te betalen en alles is duur nu. Daar kunnen ze niets betalen, dus daar hebben ze de reden om te stelen. Opvoeding. Ouders geven soms kinderen geen respect en aandacht. Wie kan hierin een verandering kunnen brengen? Dus het individu zelf een verandering brengen of heeft hij hulp nodig van een begeleider of een leerkracht misschien? Zo, om eerlijk te zeggen, ze moeten echt op hunzelf gaan letten. En want als je de politie inschakelt, gaan ze zelf niet luisteren. Want je weet, maakt niet uit als je de politie, militair of whatsoever, toch gaan ze niet luisteren. Dus ik denk dat we alleen naar God moeten vragen om hen te helpen. Ik denk niet dat ze opvoeding nodig hebben van de ouders of de leerkrachten. Ik vind het zelf dat ze zelf eraan moeten werken. Ze gaan eerst... Alles eerst, als je niet aan jezelf wil werken, kunnen oudere mensen je ook niet helpen en je vrouwen. Dus je moet eerst aan jezelf werken en dan kunnen hun ook, je ook helpen. Dus ze zouden eraan kunnen werken dat ze niet moeten stelen. Maar de minister moet ook eraan werken.